Welkom bij Spellenzone, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Roadhog Rule the Road, uitgegeven door Jolly Roger Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer een half uurtje tot 3 kwartier mee bezig bent. En in dit spel probeert iedere speler met zijn auto over de finish te komen, over een drukke snelweg vol met verkeer. En dat verkeer zit natuurlijk iedereen in de weg. En je probeert natuurlijk voornamelijk elkaar ermee lastig te vallen. Het doel is om als eerste over de streep te komen en daarbij probeer je natuurlijk je tegenstanders zoveel mogelijk ophopingen, files en blokkades te geven, zodat ze vertragen en jij lekker op voorsprong kan komen. Wie dat voor elkaar krijgt, wordt de winnaar van Roadhog. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Randall Hoyt en wij krijgen. De spelregels in het Engels zijn helder, overzichtelijk en het is niet al te complex. Verder krijgen wij de verschillende tegels waarmee we het speelbord de weg gaan opbouwen. En wat even leuk is om te zien, de achterkant is dit rubberige profiel, waardoor ze niet schuiven. Dus dat vind ik dan wel weer echt een super toffe toevoeging. En verder krijgen wij de verschillende auto's die zich op de weg bevinden en waar wij last van hebben. De auto's voor de spelers en 2 bijzondere dobbelstenen. En wij krijgen verder nog een aantal actiekaarten die wij kunnen gebruiken om elkaar een beetje te gaan pesten. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler kiest een auto in zijn of haar kleur, krijgt 3 kaarten om mee te beginnen. En dan gaan we een parcours opzetten. Daar kun je je eigen fantasie helemaal los op laten, maar je hebt natuurlijk altijd een enter tegel nodig. Je hebt de exit tegel nodig en ergens tussenin zit de toll booth tegel. En verder zie je op elke tegel vermeld staan welke voertuigen je erop moet plaatsen. Dus bijvoorbeeld op deze exit tegel staan 4 autootjes. Dus er komen 4 auto's en je probeert in elke laan 1 auto te plaatsen. En nooit 2 auto's naast elkaar te zetten. Dus dit soort posities probeer te voorkomen. Als je een vrachtwagen plaatst, die neemt 2 vakjes in op een tegel. Het doel is om met je auto door het verkeer heen te gaan en uiteindelijk als eerste over de finish te komen. En degene die dat voor elkaar weet te krijgen wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een potje gaan spelen. Als een speler aan de beurt is, dan loopt hij 3 stapjes. Als eerste rolt hij beide dobbelstenen. Jullie zien dat het een dobbelsteen is met diverse getallen erop afgebeeld. En een dobbelsteen waarop kleine autootjes staan met ofwel groene pijlen of toevallig deze rode min en plus. Nadat je de dobbelstenen hebt geworpen, ga je de acties uitvoeren. En je hebt eigenlijk 3 soorten acties. Je hebt de waarde van de dobbelsteen, die geeft aan hoeveel stapjes je mag verplaatsen. En dat mag vooruit, achteruit en naar links en naar rechts. En elk stapje is gewoon 1 punt. Ik heb er in mijn voorbeeld 3. De tweede actie die je hebt is deze dobbelsteen. Over het algemeen geeft deze dobbelsteen mogelijkheden om de witte voertuigen te verplaatsen. Naar links, naar rechts, naar boven, naar onderen. Een diagonale verplaatsing. Of zelfs de mogelijkheid om 1 auto 2 keer te verplaatsen. 2 auto's 1 keer te verplaatsen. En dit is de enige mogelijkheid waarmee je een vrachtwagen ook kan verplaatsen. Stapje naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts. En als laatste zit er op de dobbelsteen dit symbool. Dat betekent dat je een witte auto mag weghalen, het minnetje. Of je mag een nieuwe witte auto in het speelveld plaatsen, het plusje. Dat is de tweede actie die je kunt uitvoeren. En de derde actie is het spelen van kaarten. Daar staat gewoon op wanneer je ze gaat spelen en onderaan wat je gaat doen. En in het grote bord staat eigenlijk een beetje het effect grappig weergegeven. Wat van die dingen die de mensen tijdens een file en in het verkeer doen. Dus dat is een beetje humor. Maar je mag de acties zoveel doen als je wilt in een volgorde naar eigen keuze. Maar je kunt niet zeggen, ik heb 3 verplaatsingen. Ik doe eerst 1 stapje bewegen, dan gebruik ik deze actie dobbelsteen om bijvoorbeeld een auto weg te halen en dan verplaats ik nog een keer 2. Je moet de actie wel volledig afmaken, dus daar kun je het verplaatsen bijvoorbeeld niet mee onderbreken. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou ik ga eerst 3 rijden, 1, 2, 3.
Dan plaats ik vervolgens een nieuwe auto in het verkeer. Gewoon om mijn medespelers het nog wat leuker te maken. Die zet ik hier neer. En tot slot zou ik eventueel nog kaarten kunnen spelen. En als laatste in je beurt, stap 3, vul je je hand weer aan, zodat je weer 3 kaarten hebt. En dan gaat de volgende speler, die gooit de dobbelstenen, doet de acties, vult de hand weer aan, enzovoort, enzovoort. Waar moet je op letten bij het verplaatsen? In principe mag een auto alleen maar orthogonaal bewegen, oftewel voor, achter en links en weer naar rechts. Diagonaal bewegen mag niet, tenzij een kaart specifiek zegt dat dat wel mag. Met als uitzondering de bochten. In de bochten zie je dit soort symbolen. Als je op zo'n vakje staat, mag je ervoor kiezen om naar links of naar rechts te gaan. Of je mag inderdaad een diagonale verplaatsing maken. Omdat dat in bochten natuurlijk net even weer anders werkt. Dit soort witte auto's, daar kunnen we natuurlijk niet doorheen of overheen. Dus zou ik verder willen gaan, zou ik bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, het mooie in bochten is, alles wat aangrenzend is aan zo'n vakje, zowel dit als dit vakje, daar mag ik naartoe door een zijdelingse verplaatsing te doen. En dan kan ik hier weer verder. Of ik moet natuurlijk proberen om dit soort auto's, die mij vreselijk in de weg te staan, eerst 1 opzij te laten verplaatsen, zodat ik lekker hier zo achterlangs kan bewegen. Maar dat is eigenlijk het verplaatsen. Geen hogere wiskunde. Er is nog 1 bijzondere locatie op het speelbord. Dat is de tollbooth. Hoe werkt een tollbooth? Eigenlijk heel simpel. Jullie zien deze grote, dikke, witte dividers. Als jij een tollbooth binnenrijdt, dan moet je ook door datzelfde vakje naar buiten. Je kunt hier niet naar links of naar rechts. En om er doorheen te rijden kost je 1-2 stapjes. En dan kun je hier vandaan weer op de weg komen en weer naar links, rechts, etc. En als auto's bij het einde van de streep komen, is het een spelerauto. Dan is natuurlijk gewoon de eerste auto de winnaar. En een witte auto die op de exit komt, die verdwijnt gewoon van het bord en die wordt verwijderd. Je zult merken dat mensen natuurlijk gaan proberen om hier een beetje wat file te creëren, zodat het lastig is om voor spelers om daar doorheen te gaan. Maar als je een auto op de finish zet, dan verdwijnt die dus. Maar op die manier racen we dus door deze file heen en proberen we het vooral onze medespelers zo moeilijk mogelijk te maken door de witte auto's op vreselijke posities te zetten, elkaar lastig te vallen met de Roadhog kaarten en uiteindelijk zelf als eerste over finish te komen. Degene die dat doet, wordt de winnaar. En op die manier wordt Roadhog Rule the Road gespeeld. Zoals jullie vast met me eens zullen zijn, is het in de file staan niet leuk. Maar wat in dit spel heel erg leuk is, is je een weg banen door de file. En het liefst op een zo asociaal mogelijke manier. De vormgeving van een stuk snelweg met daarop allemaal medeweggebruikers. Waar jij samen met andere spelers doorheen gaat manoeuvreren. Waarbij auto's opeens naar links komen of opeens naar rechts komen. Nieuwe auto's erbij. Auto's gaan opstoppingen veroorzaken. En dat wordt mede door de dobbelsteen en de verschillende kaarten veroorzaakt, maakt dat het een heel grappig spel is om te zien. Je hebt natuurlijk al die weg die vol staat met autootjes aan het begin van het spel en naarmate we vorderen wordt het alleen maar erger en proberen de spelers het elkaar steeds lastiger te maken. En qua vormgeving is het in mijn ogen gewoon erg leuk gedaan en ik wil nogmaals benoemen dat ik het ontzettend tof vind dat ze die rubberen anti-slipmatten hebben gemaakt aan de onderkant van die tegels. Dat is echt briljant, nog niet eerder gezien. Maar een absoluut groot pluspunt. Het spel ligt daardoor heel stabiel, omdat je natuurlijk toch een modulair bord hebt. Dus dat is puik gedaan, maar ook de verschillende autootjes en de vrachtwagentjes zien er grappig uit. Dus thema en vormgeving heel erg leuk gedaan. Ook de interactie is tof. Iedereen heeft last van elkaar. Je bent constant aan het kijken wat is voor mij de beste route waarbij je auto's aan de kant schuift, kaarten speelt om het voor jezelf wat makkelijker te maken. Maar daardoor zit je gelijk ook in andermans vaarwater en zullen zij hetzelfde bij jou doen. Dus iedereen is constant met z'n allen bezig om te kijken van wat gebeurt er allemaal op het bord. En dat afgezet tegen de snelle speelstijl van het spel. Een half uurtje is echt over het algemeen wel de max. Maakt dat dat uitstekend is en dat je lekker met z'n allen bezig bent. Qua herspeelbaarheid, oké. Het is geen bijzonder spel in de zin van dat er hele grote strategieën aan ten grondslag liggen. Het is natuurlijk een beetje geluksafhankelijk. Welke kaarten krijg je? Wat schuiven andere spelers aan de kant?
Uiteraard kun je een beetje op een strategie gaan zitten. Maar de verschillende kaarten die de spelers kunnen krijgen, geven de mogelijkheid om van elkaar te stelen, om ongelukken te veroorzaken, auto's te... Dus dat zorgt voor redelijk wat willekeur. Dus je moet het niet te serieus nemen. Maar gekoppeld aan de beperkte speeltijd is dat wat mij betreft geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat minder vinden, zeker omdat het pestgehalte in dit spel vrij hoog is. Maar al die elementen bij elkaar maken Roadhog, wat mij betreft, tot een vermakelijk spel wat er fraai uitziet, wat je redelijk gemakkelijk op tafel krijgt. De regels zijn simpel en krachtig en de kaarten hebben heldere effecten die goed verbeld staan. En ja, het is gewoon even lekker met z'n allen door een file heen rousen en zo asociaal mogelijk sturen over een snelweg. En daarbij ook nog eens proberen als eerste over de finish te komen, terwijl je het liefst achter je een rokende hoop aan ellende achterlaat. En dat, vind ik, heeft Roadhog tot een vermakelijk spelletje gemaakt, dat ik daarom een 7'tje heb gegeven. Spellenzolder.